vakantieman ben ik al bruin. We blijven nog even in de sfeer van het landenspel, namelijk het gebied waarom het vanavond gaat. Wie van u wil een poging doen het land te raden? En dat is... Goedenavond. Ja, goedenavond, meneer Bon, mevrouw Oosterbos uit Mons, België. Mevrouw Oosterbos, laten we geen tijd verdoen, maar nee. Zegt u het mij. Ik dacht aan Italië. U dacht aan Italië? Ja. Ik vraag altijd, waarom denkt u daaraan? Nou, ik ben het er zelf niet, eigenlijk een beetje aan twijfelen. Ik denk in ieder geval aan die grens en aan de koffie. Ja. Het is niet goed. Nee, dat dacht ik al. Nee, en zegt u nou niet hoe u twijfelde, want dan noemt u de naam van een ander land, wat het misschien wel zou kunnen zijn. En ja, spreekt u voor uw beurt. Ook de volgende kandidaat moet kunnen twijfelen. Ik dank u hartelijk voor het meedoen. Gek antwoord vind ik het niet hoor. Dag mevrouw Oosterbos. Oké, dank u wel. Dag. Nou, wie raadt het land wel? U kunt erover bellen, u weet het, 06-35-330-04. En dat is hetzelfde telefoonnummer van het telefonisch thema van vanavond. Klachten over uw vakantiereis. Leg uw eventueel mislukte reis aan ons voor. Wij proberen tot adviezen te komen. Zometeen dit en nog veel meer. Maar meteen na de reclame, allereerst de volgende kandidaat in het landenspel. Vakantieman? Ben ik al bruin? Opnieuw welkom, dames en heren. Vakantieliefdes, vakantieklachten waarvoor u kunt bellen. Bijzondere vakantiegroeten uit de hele wereld. Nog veel meer interessante vakantieberichten. Maar ik hervat de uitzending nu met het landenspel. De volgende kandidaat die onze cryptische film aan het begin van de uitzending zag. Wat mij betreft is het nu goed. Dag, goedenavond. Goedenavond, Bakvis Spijkenissen. Ik dacht dat het Zwitserland was. Meneer Bakvis, u zegt Zwitserland. Want het lijkt er wel heel erg op, hè? Nou, ik meende het te zien aan die vlag bij die tank. De vlag bij de tank. Weet u, ik had u een beetje wel helpen, maar u roept meteen aan Zwitserland. Want het is het niet. Geweldig. Nee, dat is helemaal niet geweldig. Het is ontzettend teleurstellend voor u. Maar jammer, zo erg is het natuurlijk ook weer niet. Want de vraag is nog maar of u uiteindelijk op werkvakantie zou zijn gegaan. Want uiteindelijk moet die camera ook nog in dat land achter die globe terechtkomen. Wel ja. Ik dank u hartelijk voor het meedoen. Misschien spreken we elkaar in een volgende uitzending nog. Dag meneer Bakvis. Oké, bedankt. Goedenavond. Ja. Ja, ik dacht dat de opgave van vanavond niet zo moeilijk was. En dat betekent dat de telefoon, behalve voor het thema van de vakantieklachten, ook nog open blijft voor het landenspel. De vele honderden ansichtkaarten, dames en heren, uit alle delen van de wereld kwamen deze week weer bij ons binnen. En ik zeg u daar hartelijk dank voor. U weet, een van de inzenders met vakantiegroeten ontvangt thuis dit T-shirt, adjunct vakantieman. En daarmee hebt u dan namens mij opsporingsbevoegdheid gekregen om aardige vakantieplekjes te ontdekken. Een paar kaarten dongen mee naar de toppositie in het klassement. Een kaart uit de Antillen van Peter Heeren, die bij zijn vader, omdat hij thuis zit, nog wat zout in de wonden strooit. De tekst: pa, wilt u mijn auto wassen voordat ik terugkom? De heer en mevrouw van de Leemkolk uit Middelburg maken zich zorgen over het gedrag van dochter Jannie, die thuis uit Duitsland zit. En zij melden met deze kaart: Jannie, ga je de bedden verschonen voor we weer thuiskomen. Ja, de familie van de Pluim uit Vlaardingen, die was in Mexico tijdens de zonsverduistering en maakte daar deze fraaie foto die ze in de vorm van een ansichtkaart opstuurde. Het bericht luidt: als dit plaatje in aanmerking komt om door u getoond te worden, laat dan de camera op inzoomen. Nou, met alle plezier, het is een fantastische foto van de corona, de zonsverduistering, zoals deze vorige maand onder meer in Mexico te zien was. Mijn complimenten. Een kaart van een werkgever, de heer Kronenburg uit Liemde, met deze groet uit Wallis, Zwitserland. Zij stuurde die op met een onvervalst feodaal trekje aan de medewerkers. Personeel gewoon doorwerken en genoeg verdienen. Wij brassen het wel op. Maar de meest bijzondere kaart werd ons toegestuurd vanuit Oostenrijk door de familie Kappen uit Gilsen. Een primeur. Ze hebben een ansichtkaart gevonden met daarop onze koningin met een Tiroler hoedje. En dat getuigt van zoveel oplettendheid dat het T-shirt deze week wordt toegezonden aan de familie Kappen in Gilsen. Ik zeg u dank voor al uw kaarten. Vakantieman! Ben ik op rij?
Het land was spel. Er is nog niemand die het antwoord goed had. Mogelijk dat het nu beter gaat. Wat mij betreft mag de volgende kandidaat zich aandienen. En dat is, goedenavond. Goedenavond, Janne Lindenboom. Mevrouw Lindenboom. Ja, klopt. Dag mevrouw Lindenboom. Nou, u weet wat het allemaal niet is. Roemenië niet, Italië niet, Zwitserland niet. Het kan haast niet missen. Hè? Denkt u het zeker te weten? Ik hoop het heel erg om dat ik het zeker weet, zeg maar. U hoopt het ook, want ja. U wilt daar wel naartoe? Ik wil er dolgraag naartoe. Hebt u al eens eerder geprobeerd op te bellen hier naartoe? Ik probeer het eigenlijk iedere week. En het lukt ook u nooit zeker, hè? Nee, helaas niet. Weet u, en ik vertel het ook naar de andere kijkers, er bellen. En de PTT kan dat tegenwoordig registreren. Vele tienduizenden mensen tegelijk. En het is dan zo'n geluk om door te dringen, dat je eigenlijk soms toch beter een lot in de loterij kunt kopen. Maar ja. Het is u gelukt, hè? Nou, mevrouw Lindenboom, zeg het maar. Oostenrijk. U zegt Oostenrijk. Waarom Oostenrijk? Waarom Oostenrijk? Ja, het kwam een beetje bekend voor. Ik ben er al een keertje eerder geweest. Ja. De huizenbouw eigenlijk. Aan de bloembakken, aan, dat, ja. Aan die foto van dat ja, soort hotelletje leek het ja. Wel. En dan natuurlijk de muziek, de violen zag ik. Mm-hmm. Dus ja, nou, kijk, volgens mij ja. Oostenrijk. U bent in Oostenrijk geweest? Ik ben er één keertje geweest, in Carinthië. Nou, daar hebt u heel goed op gelet, want het is Oostenrijk. Gefeliciteerd! Ja. Ja, is echt schitterend. Nou, dat betekent dat ik de kaart waarop straks geschoten moet worden aan u kan vertonen. Dat ga ik dan nu doen. U weet, die bevindt zich aan de achterzijde van deze globe. Ja. Daar komt hij. En ik kijkt zie het, u. Ik zie het. U ziet hem. U bent de één keer. Ik ben een verjaardagscadeautje. Bent u jarig vandaag? Nee, ik ben 10 augustus jarig. 10 augustus, dat is dus volgende week. Volgende week, ja. Dan zit u. Als alles goed gaat, ja. Tijdens uw verjaardag in Oostenrijk. Nou, daar kunnen ze wat van. Daar maken wij, ik zeg u dat toe, als u heen gaat, een heel bijzondere dag van. Ik hoop het. Ik wil absoluut van u de belofte hebben dat van die verjaardag, van het feest dat daaromheen wordt gebouwd, dat u daar iets voor registreert op de camera die u gaat meenemen. Ik zal het doen, ik beloof het u. Goed, mevrouw, wat vindt u het aardigste plekje waar u naartoe wilt gaan in Oostenrijk? Ik zou heel graag in de... Ja, Carinthië vind ik heel erg mooi. Ja, Carinthië, dat het is dit deel. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik vind alles mooi. U vindt alles mooi. Ja. Het is heel moeilijk. Als u het westelijke deel wilt, hebt u straks tamelijk wat problemen bij het draaien van de kaart. Want u weet, het gaat zo, hè. En de kunst is altijd een beetje in het midden te blijven. Maar dan nog gaat het soms fout. Ja. Nou, luister. We spreken elkaar straks, mevrouw Lindenboom. U gaat straks uw geluk of behendigheid beproeven op die kaart van Oostenrijk. Ja. Want u moet behendig zijn. Ja. Nou, intussen laat ik u thuis allemaal even naar andere behendige Nederlanders kijken. Want u weet, als Nederlanders in het buitenland zijn, dan proberen ze op markten en dergelijke zoveel mogelijk af te dingen. Zijn wij daar nu echt zo goed in? Deze week hield collega Catharine Keil op een markt in Turkije een korte afdingwedstrijd. Deze week ben ik in Turkije en Turken en Nederlanders hebben één ding met elkaar gemeen. Ze zijn enorm prijsbewust. Dat wil zeggen dat je alles wat je hier koopt, vooral op de markt, enorm moet afdingen. Wij deden dus de afdingwedstrijd. Kijk in de knop. En wat kost zo'n jas? In Holland gulden of? Nou, hier in Holland gulden is 180 gulden. Ja, dat geloof ik wel. Kijk, voelen. 150 vind ik een hartstikke goede prijs voor ons. Ik ben ook maar een allemaal arme bouwvakker ben ik maar, hoor. Ja, ik ook. Ja, jij ik niet. Geen hoofd aan, kijk maar. Ja, ik wel dan. Ja, kom op. En 150, dat is hier achter voor ons. Ah, oké. 150. Hartstikke bedankt. Kijk je in die koepen. Hoe duur is deze? Oh ja, mevrouw. Deze tas kost dan in Holland geld. Voor jou? Voor anybody? Voor appelflappen, olieballen, echte suppen. Oké. Okay. Deze kan ik voor u doen, een mooie prijs, 62 euro. 42 euro. U zegt? 45. Voor deze tas moeten we wel heel erg veel doen. We zijn nu ongeveer 6000 trappen opgelopen. Kom. En het is hier vrij warm, dus dat is lastig. Deze tas willen wij dus al 3 kwartier, want u weet, in dit soort reportage wordt gemonteerd. 3 kwartier willen wij deze tas voor 50 gulden. We moesten mee naar boven, nu zijn we boven. Nu wil ik ook 50 gulden. En nu blijft het. Dank je wel. Dat is de Zo, oké, ja? Oké. Hoppala. Kijk in die koppel, ja? 7 gulden. 5. Let's make 6.
Yeah, 6 gulden. 6 gulden. Not 5, not 6. No, not 7, not 5, 6 middle. 6 gulden for you. I've seen it everywhere. Cheaper. No, you can't. No, not 5 gulden. 5 gulden. No, I can give you the 5 gulden, smaller one, very small. Your size, but not this one. That's bargaining, eh?